Hey met mij! Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Alweer de derde weekvlog die ik aan het knallen ben. Ik vind het super leuk om te doen en ik hoop jij ook. Dus deze week gaan we heel veel tennissen en daar ben ik nu mee bezig. Dus rol de intro. Yay, een nieuwe video! Ik ben dus bezig met een schemaatje maken wanneer ik zelf moet tennissen en al mijn vrienden. Zodat we kunnen gaan kijken bij elkaar. En dat ben ik nu eventjes in het klad aan doen hier. En dan ga ik dadelijk mooi uittekenen hier. En dan weet iedereen wanneer iedereen moet tennissen. En dan kunnen we elkaar mooi supporten allemaal. Nou, het schema is af. Iedere avond van de week tot donderdag is het schema bekend. Moet er iemand van mijn vrienden tennissen? Geel ben ik zelf, dus ik moet maandag en woensdag. Maar ja, ik wil ook hun kijken. Dus ja, een hoop tenniswedstrijden kijken deze week. En hopelijk dan maar overdag streamen. Vandaag heb ik een beetje niet goed gepland. Ik heb namelijk dat ik mijn wimpers ga laten doen. Dat is wel echt nodig, want dat is al. Ik zat net de vlog te editen van vorige week. En daar vond ik ze al lelijk. Ja, het ziet er echt niet meer uit. Nou ja. Dit is wat er nu gaat gebeuren. Maar die afspraak is dus om 1 uur. Dat betekent. En om 6:30 moet ik alweer tennissen. Ik moet nog boodschappen doen. En eten koken. Dus ik ben bang dat er vandaag geen stream in zit. Of misschien van 2 uurtjes. Dat is een beetje jammer. Want ik heb echt heel veel zin om te streamen. Maar vandaag even slechte planning. Maakt niet uit. We gaan nu de nagels doen. Die zien er ook echt niet meer uit. Ze zijn helemaal uitgegroeid, weet je wel. Kun je het zien? Nee, mijn hoofd. Oh ja, outfitje. Oh, dit ziet er trouwens stom uit. Deze gaat in de rok. Ik heb een rokje gekocht. Vorige week was ik met Nikki op pad. In Nijmegen zijn we toe geweest. We hebben eigenlijk alleen maar spullen voor Nikki gekocht. En dit rokje. En toen ben ik dit weekend ben ik met mijn moeder op pad geweest. Maar ik merkte dat ik helemaal niet gevlogd had dit weekend. Maar dat maakt niet uit. Er zat content voor vlogs al door de week. Maar toen heb ik deze schoenen dus erbij gekocht. En die, ja, ik ben echt super groot fan van deze schoenen. Ze zijn echt zo leuk. Het zijn Björn Borgs. En ze zitten echt heerlijk. Verder heb ik een hele mooie blauwe knie. Hier. Ik weet niet of je het kunt zien op de camera. Er zit een dikke bult in blauw. En hier is het ook blauw, want we hadden 6 kamp. En die heb ik niet helemaal overleefd. Of in ieder geval niet zonder scheuren en breuken. Nou, breuken, het is niet gebroken. Maar hier is het helemaal blauw, zo patch blauw. En hier, dit gaat ook nog wel blauwer worden, denk ik. Maar verder was het een top weekend, hoor. Veel getennist en veel gesport. Dus ik ben blij dat het door de week dat ik weer gewoon kan streamen. Wat we straks gaan doen. Maar eerst op pad. Nagels, wimpers, boodschappen, koken. Dat gaan jullie allemaal zien. Het is wel leuk als ik een shotje doe van voor en na. Dus dit is voor mijn wimpers. En dan zie je straks na. Ik zal ze naast elkaar zetten. Dus voor. Gekookt, alles is gedaan. De wimpertjes is dit het eindresultaat. Nagini, ben jij ook tevreden? Heel tevreden. En nu, ja, ga ik tennissen. Ik moet om 6 uur tennissen. 6:30, het is nu 6 uur. Dus ik ga richting de tennisbaan. Ik ga eventjes langs mijn schoonouders. Ga ik daar eventjes misschien even op de koffie als er nog tijd voor is. Of in ieder geval mijn schoonvader ophalen. Want daar ga ik mee tennissen. En ik hoop dat ik wat vlog vanavond van het tennissen. Want dat zou wel leuk zijn. Jee, weer vergeten te vloggen bij het tennissen. Bij het tennissen is het gewoon een beetje dat ik er totaal niet aan denk om te vloggen. Mijn excuses daarvoor. Ik ga jullie even updaten hoe het is gegaan. De eerste wedstrijd ging super goed. Die hebben we ook echt dik gewonnen. 6-1, 6-1. Dikke prima. Er was een dubbel. Nee, een gemengd dubbel met mijn schoonvader. Tegen een jongen en een meisje. En tegen dat meisje moest ik dus later op de avond ook nog enkele. Ik speelde echt super goed. Maar helaas niet goed genoeg. Dus die heb ik verloren met 6-4, 6-3.
Helaas, ik was echt helemaal klaar mee gisteravond ook. Dus toen ben ik gauw naar huis gegaan. Toen wilde ik douchen en zo. Was het warm water? Deed het niet. Het was ijskoud. Dus toen ben ik eigenlijk vies naar bed gegaan. En nu komt de Ziggo-monteur tussen 8 en 1. Dus nu durf ik ook niet te douchen. Ik voel me zo vet vies. Ik voel me echt vies. Ik zit gewoon niet lekker in mijn vel dan. Ik wil gewoon even douchen en al dat opgedroogde zweet eraf. Weg. Maar, on the positive note. Vandaag wordt het super mooi weer. En de Ziggo-monteur komt dus. Dat betekent dat we weer internet hebben. Super, super leuk. Ik ga nu de was doen. Eten koken voor vanavond. En mailtjes sturen. Zodat als de Ziggo-monteur weg is, ik meteen kan streamen. Tot een uur of 7 of zo. En dan ga ik bij de tennis kijken. Want er moeten een hele hoop mensen tennissen vanavond. Van mijn vrienden. Allemaal moeten ze. Behalve ik, geloof ik. Zelfs Nicky moet. Dus vandaag is weer een dag vol tennis. Of in ieder geval een avond vol tennis. En de rest van de dag is een beetje saai eigenlijk. Om te vloggen. Maar we gaan zien wat ik kan vloggen. De monteur is er vandoor. Ik heb inmiddels een televisie die werkt. We hebben Disney Channel en daar ben ik heel blij mee. Ik weet niet, misschien hadden we dat bij KPN ook wel. Maar heb ik nooit aangezet. Nooit gevonden. Eén probleempje hebben we. Want wij hebben dus geen coaxkabel daar bij de tv zitten. Dus die moet op het moment helemaal hier aan de langs. En daar zie je dus het snoer ook lopen. Dat is nu natuurlijk niet wat we willen. Dus daar moeten we nog een oplossing voor verzinnen. Maar ik ben er helemaal klaar mee nu. Ik weet niet of andere mensen dat ook hebben. Maar met internet regelt dingen. Ook met verzekeringen. Banken. Zaken. Oh, het slurpt energie van mij. Ik ben er altijd helemaal klaar mee. Echt na een kwartier al. En vaak duurt het dan 3 uur of zo. Dus ik ga mijn internet aansluiten. En dan ga ik streamen. En verder doe ik helemaal niks meer vandaag. Doei! Goedemorgen, het is vandaag woensdag en mijn papa komt zo gezellig op de koffie. Gisteren heb ik niet meer gevlogd bij tennis, want dat ben ik vergeten. Ja, die tennis, jullie geloven het vast niet dat ik tennis, want ik vergeet steeds te vloggen. Vanavond moet ik weer tennissen. En guess what, ik zal het wel weer vergeten. Maar goed, vanavond om 8 uur tennissen en ik moet helpen met de hapjes bij tennis. Omdat het nu clubkampioenschappen zijn, dan worden heel veel hapjes gemaakt en zo. Maar voor nu komt mijn vader zo met mijn oom. En ik ben een beetje, ik heb de was al gedaan. Ik heb het helemaal warm van gekregen. Nu ga ik even buiten de stoelen een beetje gezellig maken. Zodat als mijn vader er is, dat we lekker buiten kunnen zitten. Dus dat ga ik nu doen. Zo, daar, mijn oom is daar, is hier nog staan daar en mijn vader, die zijn geweest. Heerlijke cappuccino heb ik voor ze gezet, dus die komen vast vaker. Nu hebben ze ook meteen gekeken naar de televisie, want kijk, op dit moment heb ik deze box. Maar goed, die staat hier midden in de kamer sowieso. En die kabel loopt helemaal zo, daar langs, hier naartoe. En dit is ook echt een zooitje eigenlijk. Ja. Beetje foutje van Ziggo, beetje foutje van mij. Maar ik had de Ziggo weer gebeld. Het is niet goed. Papa had gekeken, is gezocht. Hij heeft gewoon, dit moet in de meterkast. Maar dat heeft de Ziggo-monteur niet gedaan. Maar daar komen ze dus maandag voor om dit helemaal te fixen. En dan ligt er ook niet zo'n kabel door ons huis heen meer. Gelukkig. En ondertussen was ik voordat mijn vader er was met mijn oom, was ik bezig met saus voor lasagne maken. Dus daar ga ik nu mee verder. En dan ga ik weer lasagne maken. Het is iedere week hetzelfde bij mij, hè? Een goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En er staat een drukke, leuke dag op de planning. Ik pak eventjes mijn schoenen erbij. En ik begin de dag net met naar een vriendin gaan, naar Inge.
Zij is vorige week jarig geweest en ze vierde niet echt. Ik zeg ja, leuk dat jij het niet echt viert, maar ik wil jou wel gewoon zien. Dus ik zeg, kon ik van de week een keertje komen? En dat is dus vandaag. Dus ik ga deze ochtend naar Inge toe. En ik trek nu mijn nieuwe schoentjes aan. Dit zijn mijn nieuwe schoenen. Ik weet niet of ze al het laten zien in de vlog, maar ik ben er heel blij mee. Dus ik laat ze gewoon nog een keer zien. Dan heb ik deze broek. En ik moet je eerlijk zeggen, goede kont in deze broek, hè, Nakin? Mag ik eigenlijk niet zeggen, natuurlijk, van mezelf. Maar ik ben rebels, dus dat doe ik lekker wel. En een truitje, ik weet eigenlijk niet van waarvan het is. Boe of zo, of ezels. Een soort crop, daar heb ik nog een crop top onder. Maar het is een beetje grijs buiten. Dus ik denk, doe maar gewoon een truitje aan. Kut, ik heb 1,95 en het is 2 euro. Ik hoop dat ze me niet het water ingooien dan op het pontje. Ik sta op de pont. Oh my god. Ik hou er niet van om mensen schuld te hebben bij mensen. Ik ben bij Inge aangekomen. Kijk wat een prachtig huis Inge heeft. Talala. Dat zei ik net ook tegen haar. Maar Inge wilde niet op. Dus Inge ziet er zo uit. En doe ik hier het topmodel. Zo. Dat is goed. Ja? Hallo. Hallo, kleine meid. Oh, zat jij al te wachten? Zat jij op mij te wachten? Dat is zo leuk. Goedemorgen, het is zaterdag. En dat betekent dat het game day is in Den Helder. En daar ga ik zo heen. Gisteravond, ik heb gistermiddag gevlogd. Tot ik thuis was. En gisteravond heb ik nog 2 wedstrijden moeten tennissen. En ja, jullie kennen het verhaal met tennis. Dat wordt niet gevlogd, for some reason. Ik wil het wel vloggen, maar ik vergeet het gewoon. Maar ik heb wel heel hard gevallen gisteren met tennis. Dus ik heb een hele mooie schaafwond op mijn knie. Die prikt een beetje. Dus die heb ik vandaag gewoon in open en bloot. Laat ik die gewoon eventjes zijn zoals die is. Zodat die hopelijk kan drogen. En dat ik dan morgen... Oh nee, zondag hebben we dus de finale. Dus hopelijk kan ik dan mijn... ja, dus mijn knie niet meer zo pijnlijk. Maar dat is allemaal future talking. Voor nu gaan we naar Den Helder. Ik ben mijn ontbijtje aan het eten. Als die op is, dan ga ik. Nou jongens, ik ben afgereisd naar het einde van de wereld, Den Helder. Het is 200 kilometer, ik heb 2 uur in de auto gezeten. Maar we zijn aangekomen, helemaal leuk. En nu kan game day voor mij beginnen en ik ga jullie gezellig meenemen. Guys. Mijn MSI-broer ergens. We staan hier op Game Days. Ik heb een ziek spicy pizza genomen. Ja, ik zie het. Oh. En de productie van MSI zei, je geniet van een spicy pizza altijd 2 keer. 2 keer. Eén keer als je het hebt gegeten. En als hij eruit komt. Die maai op je voorhoofd dan. Jij durft, jongen. Kijk wie ik bij
hè? Oh, trouwens. Ik hoef je in beeld. Oh. Ik zat laatst. Jij had een tweet geplaatst over hoe je een of andere lamp kon namaken. Oh, van Elgato, ja. Daar gaat het niet lang. Nou, dus ik op jouw kanaal zoeken. Nou, dat is veel cooler dan. Zullen we naar de expositie zo? Wat is dat nou voor... Nee, ik kon hem niet vinden. Ik ben hem aan het maken. Ik ben al begonnen met het filmpje en het gaat sowieso komen. Nou, dus, ik zou alleen even zeggen van... Er zijn mensen die wachten. Oh, dus dat je echt voor iets... Dat je niet voor niks Oké, ik beloof dat ik hem af ga maken binnen nu een week. Oh, echt? Ja. Nee, ik ben op, het begin staat er al, ik moet nog een paar dingetjes filmen en dan kan ik hem uploaden. Dus oh ja, ik ben heel erg benieuwd daarna. Gaat sowieso gebeuren. Oké, okay, nice. Awesome. Dus allemaal even, als je dit soort hacks wil weten, want dit is eigenlijk een hele dure studiolamp die jij het goedkoop namaakt. Ja, kijk, wat ik leuk vind om te doen is, ja, dan zie ik bepaalde dingen, dat is die Elgato Keylight, en dan denk ik, oh super tof, wil ik hebben. En dan zie je die prijs. €200. Ja. Ja, ouwe. Voor één lamp, hè? Ja. Ouwe, kom op. Ja. En ik vind het leuk om gewoon dingen helemaal uit te pluizen, hoe je die dingen zelf kan maken. Voor veel minder geld eigenlijk. Ja. En het is gewoon, ja, het is sowieso goed. Het filmpje komt online binnenkort. Mr. Adrianos. Mr. Adrianos, Mr. Adrian. Oh, mee. Oké, super vaak. Mr. Adriaan, Mr. Adri. Ik ben Adri. Gewoon Adri. Adri is maar, ja. Ik kon jou ook niet vinden op YouTube. En ook niet op je Twitch pagina. Dus dan moet je even wat beter aanpassen. Dat je dat makkelijker kan klikken. Want dan moet je heel veel moeite doen om het te vinden. Oké, ga ik meenemen. Ja, tips. Goeie. Maar goed, waarvoor ik de camera pak is dat we gaan just dansen hier. Even die kinderen aan de kant beuken. En dan komen wij. Bring it back now. Zoals jullie zagen heb ik heel veel leuke dingen gedaan op Game Day. Maar nu ga ik streamen van 3 tot 6 en dan is het afgelopen. En mijn camera is vol, het kaartje, mijn geheugenkaartje. Dus ik ga hem wegdoen. Ik zie jullie weer als ik onderweg naar huis ben. Nou jongens, we zijn inmiddels niet meer op Game Day. Het was echt super leuk, het was ook echt top weer voor Game Day. Maar ik ben inmiddels bij Tris, die woont in Horen sinds een week. Een week nu. Officieel. Ja, officieel een week. Oh, sorry. En we gaan even vieren dat ze mijn eigen huis heeft. Ik dacht, het is op de weg naar Den Helder, dus ik ga meteen even langs. Mag ik vastleggen dat jij voor het eerst een mossel eet? Ja. Oké, Tris heeft dus nog nooit een mossel op. Het ziet er niet uit, maar het smaakt. Het is eigenlijk een soort kip, maar dan met vissensmaak. Het ziet er echt heel vies uit, hè? Ja, maar je moet er niet te lang naar kijken. Oké, dan gaan we. Proost. Ja, proost. Ja? Spuug het uit dan. Ja, het is wel te doen, maar... Nee, heeft wel hele erge vissensmaak, hè? Maar nu begint het te kraken. Oh ja, dat doet hij. Maar ja, ik vind het wel. Het is niet zoals een oester of zo. Nee, ik vind het maar, dat niet. Maar. Ik ben blij dat ik het vastgelegd heb. Wat een dammer. Lekker. Ja,
Nou, ik zal de rest opeten. Ja.